Gelijke rechten voor iedereen? We vinden het normaal dat we in een land leven waar getrouwde vrouwen mogen werken. Net zoals we het normaal vinden dat jonge kinderen niet werken. Dat hebben we met z'n allen zo afgesproken. De Verenigde Naties hebben deze mensenrechten vastgelegd in verschillende verdragen. Toch krijgt niet iedereen in Nederland gelijke rechten. Er is een grote groep mensen die niet altijd kan meedoen in de samenleving. Vraag jij jezelf wel eens af hoe iemand die blind is informatie vindt op internet? Of hoe iemand die moeilijk leest een belangrijke brief van de gemeente begrijpt? En stel je eens voor dat je in een rolstoel zit, zou jij dan snel de trein pakken? Werken, wonen, reizen en sporten zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat is raar, want in het VN-verdrag voor mensen met een beperking is afgesproken dat iedereen gelijke rechten heeft. Misschien denk je, dat is toch de taak van de overheid? Dat is zo. Maar niet alleen van de overheid. Gelijke rechten mogelijk maken is een taak van ons allemaal. Of je nu websitebouwer bent, architect, ambtenaar of directeur van het spoor. Jij kunt het verschil maken door te denken in oplossingen. Bijvoorbeeld door bij het bouwen van een website, het schrijven van een brief. Of het ontwerpen van een gebouw rekening te houden met iedereen. Zo werk je mee aan een samenleving waarin ook echt iedereen kan meedoen.